En verder vind ik het gewoon een leuke tekst die erop staat. We weten het van Shein, hè. Het ding in kijk is daar best wel... Wat nemen ze daar serieus? Kort samengevat, waren kegbroekjes. Just admit that you're a whore and a slut. Echt leuk, hè? Wil je een video opnemen? Er zitten een paar Mongolen te varen. In de sloot, achter je huis. En ik zweer het je, ze gaan echt nog een keer de kant raken. Ik hoop niet dat je het geluid erg hoort. Ik hoop dat ze binnenkort oprotten. genoeg afleiding. Nu zijn ze eigenlijk even stil. Dus jongens, ik ga beginnen met een video. Ik denk dat je deze plek wel herkent als je deze serie kent. Het is namelijk tijd voor Shein. Mijn pakketjes zijn binnengekomen van Shein. Dit is de zomereditie. Vorige keer was de wintereditie. Als je die nog niet hebt gezien, moet je hem kijken. Daarvoor had ik ook nog een zomereditie. Die moet je ook checken. En trouwens, als je daar van die zomereditie nog kleren dat je zag dat je leuk vond. Ik heb heel veel van die kleren op mijn Vinted staan. Dus dan moet je even checken als ze niet al weg zijn. Sorry. Dat zou kunnen. Ik heb heel veel. Ik heb namelijk 33 producten uitgekozen voor deze video. Het waren van €200. En ik ga ze vandaag voor jullie checken. Ik heb 2 pakketten binnengekregen. Ik ga ze allebei tegelijkertijd openmaken. En dan gaan we ze 1 voor 1 uitpakken. Ik begin bij de eerste. So excited! Oké. Dit is een shirtje waar ik heel lang op heb zitten. Hopen, de hele tijd afwachten van, oh, ga ik die bestelling plaatsen, ga ik die bestelling plaatsen, straks is dat shirtje weg. Deze was €4. €4,39, maar is nu €5. Zo weer naar beneden gezakt. Dit is namelijk de Stay Sweet, Stay High topje. Die moet ik wel, nu zie ik wel dat hij echt heel erg doorschijnend is. Maar ja, boeien. Hij is echt heel leuk. Het is een beetje zo'n crop top met zo'n hoge hals. En ja, toen ik deze zag, ik ga je nu alvast verklappen. Ik heb hem in meerdere kleuren gekocht die ik echt heel vet vond. En ik denk dat jullie die kleuren ook best wel vet vinden, dus... Die zullen we vanzelf ook zien verschijnen. Het is de Stay Sweet, Stay High top. Wat ik heel tof vind is dat je die letters ziet. Dus dan valt de BH eronder niet echt op. Het valt weg. Ik vind dat ik in deze shirt zit heel dun lijk. Ik vind het best wel mooi. Deze shirt, dat heb je denk ik bij heel veel lichaamstypes. Dus dat is gewoon echt een voordeel. En verder vind ik het gewoon een leuke tekst die erop staat. Ja hoor, het shirtje is nu €6. Dit is hem, het is een crop top met lange mouwen. En hij heeft dit printje. Ik denk dat je het goed kan zien zo. Het is van dat zachte stof. Zo'n zacht stoffie, zo'n koud stoffie. Hoe heet dat ook weer, weet ik veel. Ik ben benieuwd. Dit is het shirtje. Heel leuk kleurtje. Ik wist alleen niet welke kant ik aan moest doen. Maar ik denk dat ik het goed heb gedaan. Verder is het een dun stofje. Het is een glad stofje. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is wel echt heel leuk. Next. Oeh, dragon. Dit is een off-shoulder draaktopje. Voor de meeste van jullie weten dat ik dus een drakentatoeage heb staan. Daarom wou ik ook heel graag iets met draak hebben. Want ja. Vond ik wel schattig. Vond het schattig. Is helemaal niet schattig. Vond ik wel leuk. Ik vind het mooi dat mijn engeltje erin uitkomt. En verder vind ik het topje. Ja, ik weet niet of ik het snel aan zou doen. Het is oké. Maar ik moet ook even aan wennen. Want het is de eerste keer dat ik überhaupt een off-shoulder shirt draag. Dus daar kan het ook aan liggen. Dit is... Wat is dit? Is dit een legging? Ja, dit is een sportlegging. What the fuck is that, man? What the fuck is that? Ah! Een hele losse legging, zie ik nu al. Ja, deze is €10. Deze legging is gewoon echt een lachertje.
Dit is gewoon een joggingsbroekachtig iets eigenlijk. De bovenkant denk je, het is nog best wel mooi. Maar de rest is gewoon zo slap. En het is eigenlijk, het is wel echt een lekker stoffie. Maar het is niet dat ik denk van, oh, ik ga dit stoffie gebruiken om in te sporten. Het is ook echt een zweetstof. Next. Ook weer een off-shoulder shirtje. Eén off-shoulder. Deze had ik voor 4 euro. Huppakee. Dit is hem. Hij heeft van die streepjes erop. Deze is echt best wel schattig. Het zijn allemaal eigenlijk dunne stofjes. Dus dat is best wel relaxed, vind ik. Want het ziet er helemaal niet zo dun uit. Maar dat is het dus wel. Deze vind ik wel tof. Ik vind het een leuk shirtje. De kleur vind ik heel tof. Verder, ja. That's it. Ja! Dit is een jurk. En hij kostte 12 euro. En ik zeg je nu alvast, ik heb hier per ongeluk 2 van besteld. Dus als je deze leuk vindt, dan hoop ik voor je dat je er op tijd bij bent om hem voor mijn Vinted te kopen als hij er nog op staat. En anders dan heb je pech. Dit is hem. Het is een jurk. En ik heb hier ook nog een leuk riempje bij en zo. Die had ik al thuis. Maar het is eigenlijk echt een hele leuke jurk. Nu ben ik benieuwd of hij doorschijnend is. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Bij mijn hand valt het wel mee. Je zou, zeg maar, het blijft een wit stofje en dan zou je best wel snel je hand er doorheen zien. Maar op zich valt het nog mee. Dit is de jurk. Dit is hem zonder riem. En dit is hem met, oh. Dit is hem met riem. Daarbij is het best wel leuk. De draak erop is gewoon leuk. Hij is niet doorzichtig. Maar ik weet niet hoe het is als er een zonnetje op schijnt. Hij is ook, het valt wel mee hoe kort hij is. Dus dat is gewoon helemaal prima. Volgende. Dit is een kroptoppie met een kerstje erop. Hij is 5 euro. Kijk, hoe schattig. En ja, ik zag deze en ik dacht, die moet ik hebben. Het is zo schattig. En zo leuk. Het is echt een leuk kleurtje. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat staan. Dit is het kerstentopje. Eigenlijk best wel zomers shirtje. En het kerstje maakt het eigenlijk gewoon af. Het maakt het gewoon eigenlijk gewoon af. Het is gewoon schattig. Het is gewoon leuk. Oeh. Is dit wat ik denk dat het is? Ja. Dit is het drakenkroptopje. Deze was 6 euro. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje van dat zachte, dunne stof. Hij is, ja, oké. Het is gewoon een leuk shirtje. Hij is iets, of dat lijkt op de camera zo, maar hij lijkt iets witter dan dat hij is. Oeh, oeh, oeh. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Ik ga echt verliefd worden op dit shirtje. Dit is dezelfde als de witte rode versie Stay Sweet, Stay High. Maar dan groen. Kijk dan even hoe leuk. Dit is de Stay Sweet Stay High groen. Ja, deze kleur is gewoon zo top. Wel heb je weer hetzelfde probleem met de BH-bandjes. Maar dat heb je meestal met deze shirtjes. Hij is gewoon heel leuk. Een heel leuk fel kleurtje. En ik ben er gewoon dol op. Dit is een korte sportbroekje. Ik zag deze en ik vond hem heel leuk. Dit is 7 euro was deze. Dit is van zo'n achtig stoffie. Ja, ik vind dit leuk. Dit is het broekje. Achterkant had je natuurlijk dit ding. Dit vind ik nog steeds best wat ik denk van, why? Er zit wat ruim. Maar dat is op zich helemaal niet zo erg. Dat is helemaal prima. Ik vind het een leuk printje. En het voelt ook, het voelt ook best wel lekker. Oké, dit is dus een t-shirt wrap. 6 euro. Bordeaux rood. Oh, vind ik zo'n mooie kleur. Hoe werkt dit? Het is dus zo'n shirt. Die ik op die manier aan heb, weet je wel. Alleen moet ik wel zien. We weten het van Shine, hè. Het ding in kijk is daar best wel, wat nemen ze daar serieus? Dan denken dat iedereen daar cup E heeft, waarbij alles mooi zit, maar nee. Het spijt me. Dat heb ik niet. De inkijk viel reuze mee.
dit is het. Verder komt hij eigenlijk ook gewoon niet. Het is eigenlijk best wel veilige top. Hij zit ook best wel strak. Hij zit aan de achterkant wat losser. Maar verder is het eigenlijk best wel een leuk shirtje. Het is misschien iets te warm voor in de zomer. Maar bijvoorbeeld in de avond of zo. Het is eigenlijk wel best wel goed, leuk shirtje. Ik word een beetje moe. Alsof we er nog niet genoeg van hebben gezien, jongens. Nee hoor. Dit is wel als het goed is de laatste die erbij zit van dit. Deze shirt. Dit is namelijk ook weer de Stay Sweet, Stay High topje, maar dan in het rood. Dit is dit topje. Ik heb eigenlijk niet echt heel veel andere dingen toe te voegen. Zonnebril. Oeh. Hij is wel leuk hoor. Hij is wel leuk. Hij is wel zeg maar extra. Maar hij is wel leuk. Het is gewoon op zich wel een leuke zonnebril. Wat ik dus wou zeggen hiermee. De vorige keer, vorige zomer, had ik spijkerbroekjes gehaald. En mijn moeder was er niet zo blij mee. Het ding was dus, mijn halve kont stak eruit. Dus kort samengevat, het waren kegbroekjes. Just admit that you're a whore and a slut. En ik dacht, ik maak mijn moeder blij door eentje te kopen met een lange achterkant. Zodat ik haar niet nog verder voor schut hoef te zetten dan nog die draak op mijn been. Dus ik dacht, ik spaar er dit jaar en ik koop er eentje met een lange, lange... Ja. Dit is het broekje. Hij is best wel wijd hier. Maar van de achterkant zit hij wel gewoon lang en goed. En je kan altijd nog een riem gebruiken. Je ziet mijn kont er niet uit en dat is zeg maar... de reden. Ik weet even niet wat dit is. Oh ja, dit is gewoon een neutrale. Dit is een neutrale top zonder Stay Sweet, Stay High erop. Dit is gewoon een normale versie. Hij is, laten we checken, eigenlijk bijna helemaal niet doorzichtig. Ik ben heel blij hiermee. Ik merk dat deze meer doorschijnend is dan die Stay Sweet, Stay High. Maar dat komt ook omdat hier niks staat. Hij is wel leuk. Hij is even wat losser. Maar het is wel prima. Oh, dit is een ring. Voor de mensen die mij kennen denken ook wel, denken waarschijnlijk van Brine, waarom koop je een ring? Jij bent daar helemaal niet van. Dat klopt. Ik haat ringen. Maar ik dacht, ik wil deze kopen, want dit zijn van die slangetjes. En die vond ik eigenlijk best wel vet. Dit is de slang. En dit is... er nog één. Het zijn twee slangen. Deze is even wat donkerder dan die ander. Zo ziet het eruit. Dit is eigenlijk best wel vet. Ja hoor. Dit is een lerenachtige jas. Hoe duur was dit? 19 euro. Hij stinkt. Gadverdamme. Dit is de leren jas. Die is echt heel leuk. Ik heb dus een vriendinnetje. Vriendinnetje op mijn stage. Die dus wel eens een leren jas draagt boven haar kleren. Gewoon zo'n leren jas, weet je wel. Zo'n lange. En ik vond het zo vet uitzien dat ik dacht, ik wil dat ook. Ik ga haar looks nakapen en ik ga er ook een halen. Nee hoor. Dat vindt ze niet erg, denk ik. Zolang ik maar niet op dezelfde moment dragen. Dit is de... lerenachtige blazer. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Oeh. Dit is een soort van corsetachtig idee. Nou, jullie zien nu een A-foto. Dus ik kan er wel nu moeite ervoor gaan doen. Maar dit is dit topje. Ik heb mijn BH er een beetje in verstopt. Maar zo heb je een beetje idee hoe het eruit ziet zonder BH. Deze boutjes zijn oké. Ik hoop niet dat het gaat irriteren uiteindelijk. Ze zitten strak genoeg. Het topje zelf is een beetje een corset idee. Corset top idee. Verder is hij heel leuk. Het is wel een beetje, het geeft een beetje een glansgevoel. Maar hij is wel leuk. Ja. Dit is een shirt. Een lange shirt met Brooklyn erop. Waarom ik deze heb gehaald? Kijk even naar de kleur. Kijk naar de kleur.
Dit is toch leuk. Ik vind dit zo'n leuke kleur. Ook gewoon omdat ik weet dat donkerblauw mij heel goed staat. Dit is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Tof shirt. Lang. Je kan hem zo lang doen. Of je doet hem een beetje opgekropt. Je kan er eigenlijk van alles mee doen. Ik vind de kleur vooral leuk. Maar dat zei ik net ook al. Het is gewoon een leuke kleur. Het is gewoon helemaal leuk. Dit was de video. Dit was het weer voor dit half jaar. Dit was de zomereditie. Laat nog even een likeje achter. En als je een bepaald soort kledingstuk nou heel erg leuk vindt, stuur dan even een DM'tje. En dan stuur ik je de link als je hem zelf niet kan vinden. Ik ga de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik hoop dat je er allemaal leuke dingen tussen zag staan. En tot de volgende keer.